Dit is het verkeersjournaal van woensdag 8 juni. Vandaag en morgen zijn in Den Haag en Rotterdam stakingen bij het stadsvervoer. Vandaag blijven alle bussen, trams en randstadrailvoertuigen van HTM in de remise. Morgen is er een staking bij de Rotterdamse RET. En anders dan de eerdere stakingen duren de werkonderbrekingen nu de hele dag. Dus van het begin tot het einde van de dienstregeling. Reist u met Randstadrail? Dan moet u even goed opletten. Randstadrail 3 en 4 zijn van HTM en die lijnen rijden vandaag dus niet. Randstadrail E is van RET en rijdt vandaag dus wel, maar deze lijn die rijdt morgen dus niet. Op de Heuvelweg in Leidsendam wordt de tramhalte Leidsse verbouwd. Vanwege de verbouwing van de halte moeten reizigers sinds deze week iets verderop in en uitstappen. Het werk duurt tot 22 juli. In Stompwijk, tussen Leidsendam en Zoeterwouden, wordt een brug vervangen. Het gaat om de Hoge Brug. Het werk is in maart begonnen en zou rond deze tijd afgerond moeten zijn. Vanwege extra werkzaamheden aan kabels en leidingen rondom de brug is de oplevering uitgesteld. De openstelling van de nieuwe brug wordt nu eind deze maand verwacht. De brug maakt deel uit van de Dokter van Noordlaan. En hier ziet u de plek waarom het gaat. Totdat de brug klaar is, wordt het verkeer omgeleid en verkeer van en naar de N206 kan rijden via de Meerlaan. En tot zover dit verkeersjournaal. De informatie is na te lezen op onze website westonline.nl/slash verkeersjournaal. Daar zijn de uitzendingen ook terug te zien. Graag tot morgen. Dag!